80 jaar geleden werden 20 Joodse patiënten gedeporteerd uit het oude en nieuwe gasthuis in Zutphen en Warnsveld. Dat waren er meer dan verwacht mocht worden in een niet-Joodse instelling. Meer ook dan tot voor kort bekend was. Mijn naam is John Stine en ik neem u mee in de komende 15 minuten in de achtergronden van deze zwarte bladzijde in de geschiedenis van de instelling. 5 jaar geleden ontdekte ik dat mijn protestantse overgrootmoeder in 1941 vanuit Halsteren, uit de instelling waar zij woonde, naar Warnsveld werd geëvacueerd. 3 jaar later overleed ze in Zutphen. Ze was een week eerder 56 geworden. Omdat ik haar nabestaande ben, kreeg ik van de archivaris van Zutphen toestemming om de patiëntenadministratie te raadplegen, die om redenen van privacybescherming niet openbaar is. Toen ik zag dat daar veel meer Joodse namen in stonden dan bekend was, besloot ik uit te zoeken wat er was gebeurd in de oorlog. Ik bespreek nu de belangrijkste resultaten van het onderzoek. Achtereenvolgens wil ik de volgende onderwerpen bespreken. Ik begin met een korte inleiding, dan vertel ik iets over de Joodse patiënten in het oude en nieuwe gasthuis. Dan vervolg ik met de deportaties van psychiatrische patiënten in Nederland, waardoor ik ook op de deportatie van de psychiatrische patiënten uit Zutphen en Warnsveld kom. En ik besluit met de naoorlogse herinnering aan deze periode. Tot de Tweede Wereldoorlog bestaat het oude en nieuwe gasthuis in Zutphen uit 2 vestigingen. Het binnengesticht aan de Gasthuisstraat 18 in Zutphen en het buitengesticht of Groot Gaffel in Warnsveld. Het is een instelling van protestantse signatuur waar ook patiënten van andere gezindten worden opgenomen en verzorgd. Met de Joodse gemeenschap in Zutphen zijn van oudsher afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over de kasjroet en de geestelijke verzorging van de Joodse patiënten in de overwegend protestantse instelling. Zutphen is voor de oorlog een middelgrote Joodse gemeenschap in de Medina. Op 30 april 1942, 3 maanden nadat aan de Wannsee was besloten tot de Endlösung der Judenfrage, verzoekt Dr. Gerto Reuter, hoofd van de afdeling Volksgezondheid, aan de secretaris-generaal Frederiks van Binnenlandse Zaken, waaronder het staatstoezicht op krankzinnige en krankzinnige gestichten valt, om opgave te doen van het aantal Joodse psychiatrische patiënten in Joodse en niet-Joodse instellingen. Op 21 mei rapporteert inspecteur Paarmeijer van het staatstoezicht de aantallen in de gestichten in Noord- en Zuid-Holland. Op dat moment bevinden zich in Duin en Bos 5 mannelijke en 9 vrouwelijke Joodse patiënten. In het provinciaal ziekenhuis nabij Zandpoort zijn 15 Joodse mannen aanwezig en 22 Joodse vrouwen. 2 weken later rapporteert inspecteur Audier over de Joodse patiënten in het noorden en oosten van het land. In het oude en nieuwe gasthuis, met vestigingen in Zutphen en Warnsveld, bevinden zich dan 4 mannelijke en 5 vrouwelijke Joodse patiënten. In verband met de plannen die de bezetter heeft met de bouw van de Atlantiekwal, worden tussen 1941 en 1943 8 van de 9 in het kustgebied gelegen psychiatrische instellingen geëvacueerd. De patiënten en personeel worden verdeeld over 15 instellingen elders in het land. Het oude en nieuwe gasthuis biedt onderdak aan bijna 600 patiënten uit de instellingen Duin en Bos in Castricum, Zandpoort, Rozenburg uit Loosduinen bij Den Haag en Vrederust bij Bergen op Zoom. Onder de evacuees uit Castricum en Zandpoort, die in Warnsveld terechtkomen, bevinden zich ook 12 Joodse patiënten en onderduikers. Vrederust is een protestantse instelling waar geen Joodse patiënten worden verpleegd. Terwijl het aantal Joodse patiënten in de instelling voor de oorlog gemiddeld onder de 10 blijft, neemt het tijdens de bezetting snel toe. Na de komst van de evacuees uit Castricum worden er in het najaar van 1942 Joodse patiënten en onderduikers direct vanuit Amsterdam geplaatst. In januari 1943 volgen de evacuees uit Zandpoort. Het aantal Joodse verpleegden in Zutphen en Warnsveld stijgt daardoor in minder dan een half jaar van ongeveer 10 naar meer dan 40. Wat daarbij opvalt is het aanzienlijk aantal Amsterdamse patiënten in het najaar van 1942. De Joodse psychiatrische instelling het Apeldoornse Bos heeft dan een opnamestop. De Joodse patiënten en onderduikers die in Rozenburg hebben gezeten zijn al gedeporteerd voor de evacuatie van de instelling naar Zutphen begint. In een publicatie uit 2017 naar aanleiding van onderzoek van Corien Glaudemans en Corrie van Straten lezen we: in Nederland vond de eerste grote deportatie van Joodse bewoners van een kliniek, ziekenhuis of zorginstelling plaats in Den Haag op 31 december 1942.
Op deze dag grendelden leden van de Duitse Sicherheitsdienst onder leiding van stormbaanvuurder en fanatiek antisemitisch jodenjager Frans Fischer 's avonds laat het terrein van de Stichting Rosenburg aan de Oude Haagweg af en namen daar 97 mensen gevangen. Dit waren vooral Joden die uit Oost-Europa afkomstig waren en uit angst voor de Duitse bezetter in de klinieken waren ondergedoken. Jozef Kling, assistent van Fischer, moest in opdracht van Fischer de woonhuizen van de Joodse patiënten en onderduikers die door de Sicherheitsdienst waren gearresteerd verzegelen. Tijdens de arrestaties waren de sleutels van deze woningen in beslag genomen. 3 weken later worden 1080 patiënten en 51 personeelsleden van het Apeldoornse Bos op beestachtige wijze afgevoerd. Die nacht wordt ook een Joodse patiënte uit het Apeldoornse Bos opgenomen in Zutphen. De Zutphense geneesheer directeur Paul van Borik, die namens de verzetsorganisatie Medisch Contact in verbinding staat met de Joodse instelling, gaat op de avond na de ontruiming polshoogte nemen in Apeldoorn. In gesprekken met de artsen Lobstein en Querido, die in de instelling zijn achtergebleven, wordt hem duidelijk dat de Duitsers Auster, Funten en Gemmeker de leiding hadden over de evacuatie. Ook vertellen de artsen hem dat de patiënten, zonder kleren of andere lichaamsbedekking, op beestachtige wijze per vrachtwagen naar het station van Apeldoorn werden gebracht en in goederenwagons werden geladen. Aldus verklaart Van Borik na de oorlog in het proces tegen Auster, Funten. Waarom dit alles in januari voor Van Borik geen aanleiding is om maatregelen te nemen voor de bijna 50 Joodse patiënten die in Zutphen en Warnsveld aan zijn zorg zijn toevertrouwd, is voor mij een raadsel. Pas 2 weken later, wanneer in de Willem Arendshoeve in Den Dolder geëvacueerde Joodse patiënten worden weggehaald, gaan in Zutphen de alarmbellen af. In de weken die volgen worden alle Joodse patiënten die zelfredzaam worden geacht ontslagen. Dat zijn er in totaal 19. Het moet nog best lastig zijn in deze fase van de Jodenvervolging om een goed heenkomen te vinden. Wat ook hier opvalt is dat er vooral patiënten uit Amsterdam, waaronder Sandpoort, worden ontslagen. Over wat er op 6 en 8 april 1943 gebeurt, laat ik nu dokter Van Borik aan het woord, in een verklaring die hij eind december 1945 aflegt bij de politie in Zutphen. Op 6 april 1943, om 7 uur des voormiddags, werd ik in het oude en nieuwe gasthuis al hier gearresteerd, omdat ik weigerde mee te werken met het aanwijzen van de Joodse patiënten. Die moesten worden opgehaald door 2 rechercheurs van de gemeentepolitie al hier en enige leden van de Joodse raad. Ik werd naar het bureau van politie al hier overgebracht. Ik ben daar geweest tot 8 april 1943 en werd toen gevankelijk overgebracht naar Arnhem. Ik werd daar gebracht naar de SD aan de Utrechtse straat 55 en werd verhoord door zekere Buhe of Puhe. Dat was de Duitse autoriteit die verantwoordelijk was voor de wegvoering van de Joden uit Gelderland en Overijssel. Na een verhoor van ongeveer 1,5 uur verlangde hij dat ik zou goedvinden dat de Joodse patiënten van Groot Gaffel zouden worden overgebracht naar het noodziekenhuis aan de Halterstraat in Zutphen. Ik zat toen ontzettend in het nauw en nam bedenktijd, aangezien ik dit een week voordien zelf de Joodse Raad had voorgesteld, ten einde te voorkomen dat de patiënten niet door de Duitsers op het Groot Gaffel zouden worden aangetroffen en alzo niet in een krankzinnige gesticht. Ik moest dan ook hetgeen hij verlangde en wat ik zelf de Joodse Raad had voorgesteld toegeven. Hij heeft mij toen met zijn auto gevankelijk vanuit Arnhem meegenomen naar Groot Gaffel te Warnsveld en daar heb ik met mijn collega's de patiënten aangewezen. Deze patiënten zijn daarop in vrachtauto's geladen en overgebracht naar het noodziekenhuis aan de Halterstraat in Zutphen, alwaar zij die nacht onder bewaking van de Joodse Raad zijn gebleven. Ik ben daarop direct in vrijheid gesteld, doch bedoelde Joodse patiënten zijn de volgende dag met vrachtauto's naar Westerbork vervoerd. Wanneer op 8 april de bus vertrekt uit Warnsveld, zegt de 77-jarige Sammy: "Ik ga fijn een dagje uit." Het personeel zwaait hem uit. Hij is 35 jaar opgenomen geweest in de instelling en is daarmee de langst verpleegde van de groep. Ook in 1943 zijn er nog patiënten opgenomen, bijvoorbeeld Mietje von Berg-de-Horst. Ze komt uit het Apeldoornse Bos, waar haar 2 dochters werken. Bij de deportatie van die instelling is ze achtergehouden. Wanneer de dochters bijna 2 weken later naar Westerbork moeten, laten ze hun moeder eind januari opnemen in Warnsveld. Mietje overlijdt in Westerbork en ligt begraven in Apeldoorn. Behalve de eigen patiënten worden er ook 5 geëvacueerde patiënten gedeporteerd. 3 uit Zandpoort en 2 uit Duin-en-Bosch. Na een kort verblijf in Westerbork, waar de patiënten verblijven in barak 81, de ziekenbarak,
84, de oude liedenbarak, of 85, de oudere barak van het kampziekenhuis, worden de meesten op 13 april met het 7e transport naar Sobibor gebracht. 3 personen worden op het 8e transport naar Sobibor gedeporteerd. In de cartotheek van de Joodse Raad bevinden zich voor 12 van de 14 patiënten uit Warnsveld kaartjes. 9 van de 12 patiënten uit Warnsveld, van wie een kaartje aanwezig is, zijn op 13 april op transport gegaan naar Sobibor. Van 2 Joodse patiënten die op 8 april van Warnsveld naar Zutphen zijn vervoerd, is geen kaartje aangetroffen in de cartotheek. De ene, Bloemen de Beer, is een hulpbehoevende, doofstomme, imbeciele vrouw, zoals dat dan wordt genoemd. En de andere, Sarah van Wezel, kan zich vrijwel alleen door gebaren of ongearticuleerde geluiden uitdrukken. Bloemen de Beer en Sarah van Wezel kunnen, zelfs als ze hun eigen naam kenden, hun eigen naam niet noemen bij aankomst in Westerbork. Op de transporten van 13 en 20 april 1943 naar Sobibor bevinden zich, naast onder andere de patiënten uit Zutphen en Warnsveld, 3 vrouwen van wie de identiteit niet is vastgesteld. Op de transportlijst van 13 april zien we tussen de psychiatrische patiënten een onbekende vrouw uit Zutphen. Op 20 april, dat jaar volgens de Joodse kalender 15 Nisan, de eerste dag van Pesach, worden een geisteskranke vrouw en een geisteskranke vrouw Mietje gedeporteerd. Omdat er 2 patiënten die hun naam niet kunnen noemen zonder persoonsbewijs en zonder begeleiders worden gedeporteerd, is tot op heden onduidelijk of Bloemen op 13 april wordt gedeporteerd en Sarah op 20 april of andersom. Om Sarah bekommert zich na de oorlog niemand, geen familie die er niet meer is, geen notaris, er wordt zelfs door de justitie niet naar haar gezocht. Totdat enige jaren geleden Ton de Groot uit Castricum zich erin vastbijt. Door zijn volhardendheid en mijn hulp hebben Bloemen en Sarah sinds 2020 hun eigen pagina's op Joods Monument. Ook zullen hun namen in 2025 voor het eerst worden gelezen in Westerbork. In totaal verblijven tijdens de oorlog 50 Joodse patiënten in de instelling. 8 van hen zijn in de instelling overleden aan ziekte. Zulke sterfte is in instellingen veel hoger dan in de burgermaatschappij. Dit is een patroon dat we ook zien onder niet-Joodse patiënten. Het is een onderwerp waaraan onder andere Cecile Aandersteggen en Henk Mulder al vele jaren aandacht besteden. Op de begraafplaats van Warnsveld staat een monument voor deze vergeten slachtoffers. Van de 19 Joodse personen die tussen begin februari en begin april in verschillende gradaties van herstel uit de instelling zijn ontslagen, overleven 7 personen de Holocaust. De overige 12 van deze groep zijn gearresteerd, gedeporteerd en vermoord in de kampen. Dat lot treft ook de 21 personen die niet hersteld zijn ontslagen, waaronder de 20 personen die we hier vandaag herdenken. Ten slotte worden in 1943 nog 2 Joodse personen opgenomen van wie de levensbeschouwing niet in de registers wordt vastgelegd. Ook zij overleven mede daardoor de oorlog. Alle 20 slachtoffers die we vandaag herdenken staan op Joods monument. Daar staan per persoon ook verhalen bij die de specifieke omstandigheden beschrijven. Voor zeker 2 van de 20 patiënten zijn stolpersteinen gelegd in Aalte en in Zutphen. Sinds 2,5 jaar bevindt zich aan de oude gasthuispoort op het terrein van de instelling een gedenkteken. Daar zal straks de herdenkingsceremonie plaatsvinden. En tenslotte komen alle namen voor op het Holocaustnamenmonument. Ook die van Bloemen en Sarah. Dank voor uw aandacht.